Ja, natuurlijk Vizier weer en vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. En ja, het is weer zondag natuurlijk, dus elke zondag komt er lekkere Q&A online en er wordt massaal bekeken eigenlijk. Nou, het wordt in ieder geval heel erg goed bekeken, massaal is een groot woord natuurlijk. Maar in ieder geval wel erg goed bekeken, vorige week 200 likes gehaald. Daarvoor wil ik jullie natuurlijk bedanken en hopen dat natuurlijk dat deze week dat... Ja, weer gaan halen natuurlijk. Dat zou super tof zijn. Heb je vragen aan mij? Mag je het achterlaten bij de comments natuurlijk. En dan kan ik het in een van de volgende Q&A's gaan gebruiken. De achtergrond gameplay die jullie vandaag zien is niet van mij, maar van Crazy Dutch Gamer. Het is leuk eigenlijk als ik elke week in ieder geval in de Q&A gast gameplay ga gebruiken. Dus mocht je gameplay hebben voor mij, dan mag je dat altijd aan mij wie transferen, random. Dat is visionator1980@gmail.com. Retransfer, de meeste mensen kennen dat wel. Dan moet je even kijken hoe dat werkt. Het is in ieder geval heel simpel. Je kan in ieder geval bestanden tot 2 gig ongeveer kan je versturen naar iemand toe. En dan kan hij downloaden. Hij haalt hier trouwens een nucleair. En hij haalt geloof ik 51-1. En dat weet ik niet 100% zeker. Maar voor in ieder geval 50 plus kills en 1 death. En hij haalt een nucleair met een hele lange streak in totaal. En hij speelt hier met een Scar, met een Sinus in ieder geval. Volgens mij speelt hij ook met Stok en Extended Max. Maar dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Want dat kan ik niet echt goed zien aan de gameplay. En dat weet ik niet helemaal in mijn hoofd hoeveel kogels in die mag zijn zitten. Maar in ieder geval hartstikke leuke gameplay natuurlijk. En dankjewel daarvoor. We gaan gewoon lekker over naar de eerste vraag. En de eerste vraag is van Laurens Nikopoulos. Ik denk dat je Grieks, in ieder geval Griekse achtergrond hebt. Q&A. Een mooie trickshot hitten of een triple moab droppen? Nou. Een triple moab op een normale manier, zeg maar. Dus dat je echt rusht, zeg maar. Niet dat je gewoon spawn trap hebt. Dan lijkt me een triple moab veel vetter in ieder geval dan een trickshot. Trickshot is eigenlijk gewoon, vind ik zelf, gewoon puur geluk natuurlijk. Als je dat haalt. Wel leuk om te zien natuurlijk een keer. Misschien je tand om tegen te krijgen. Ik heb die ongelukkig nog nooit tegengekregen. Maar het is eigenlijk wel lekker om tegen trickshotters te spelen. Omdat ze vaak doodgaan. Dus dan kan je een lekkere gameplay halen. Maar... ja, het is, ik vind zelf een triple moab vind ik natuurlijk veel vetter, omdat het gewoon, ja, daar zit gewoon wel meer skill in eigenlijk, zeg maar, ja. Niet bij een trickshot, vind ik zelf. Er zit eigenlijk meer geluk bij, als ik heel eerlijk ben. We gaan over naar de volgende vraag. En die vraag is van Daniel de Gamer. Jawel, Q&A vis. Ga je ook co-op singleplayer doen op Black Ops 3 met misschien Paul, Remco en Dino? Zou me leuk lijken. PS, paas, fit. Dankjewel. Dat is eigenlijk wel een heel goed idee eigenlijk. Ja, ik weet niet, we moeten even kijken hoe dat in elkaar zit natuurlijk. En misschien uploaden. Ik denk dan dat het waarschijnlijk op Paulse kanaal zou komen. Aangezien we co-op dingen op één kanaal willen gaan doen en zo. Omdat, ja, de meeste kijkers kijken naar het grote kanaal, zeg maar. En ja, het is... een beetje, ja... dus eigenlijk dan krijg je alleen een like voor de moeite, zeg maar. En dat schiet eigenlijk gewoon niet op, dus... het is dus een idee, inderdaad. Misschien dat Paul dat leuker gaat vinden, inderdaad. Maar het zal op zijn kanaal gaan komen, natuurlijk. Volgende vraag van Sibian Otten. Q&A, wat is op dit moment je favoriete platform? ik heb het al een paar keer gezegd, eigenlijk. En ik blijf er ook bij dat het eigenlijk voor mij niet zo heel veel uitmaakt. Of het nou PlayStation is... Of Xbox, weet je. Ik als YouTuber zijnde vind ik dat ik gewoon allebei de platforms moet hebben. Gewoon alleen al omdat je gewoon ook bepaalde exclusives hebt. En die wil ik ook spelen, snap je? En uploaden. Dus ja, voor mij maakt het echt helemaal niets uit gewoon. Volgende vraag. Maar lekker zo trouwens. De gameplay is 10 minuten. Dus dat komt mooi uit. Mr. Red Prime. Wat vind je van dat steeds minder suiker in producten wordt gestopt? PS, je auto is baas. De vismobiel rijdt prima. Wat vind je van het minder suiker? Nou, hartstikke goed natuurlijk. Het is ook goed voor je dieet. Waar ik natuurlijk rustig aan mee bezig ben eigenlijk. Steeds in ieder geval meer dingen proberen te doen omdat ik steeds wat fitter word. Maar suiker is natuurlijk heel erg belangrijk. We hadden het toevallig nog over. Mijn moeder maakt zelf jam. En ik heb ook een Paul en Wendy had ik jam gegeven en zo. En die vindt het ook hartstikke lekker. Maar daar doet zij een vervangende stof in voor suiker in ieder geval. En dat in ieder geval, ja, ik weet niet hoe dat precies zit. Maar als je diabetes hebt, dan kan je dat eten, zeg maar. Daar
daar heeft mee te maken. Wat is in ieder geval, weet ik veel, verlagen voor je cholesterol. En weet ik wel, voor je suiker en zo is het in ieder geval allemaal beter om dat te hebben. Dus ik vind het in ieder geval heel erg goed natuurlijk dat er minder suiker wordt gebruikt. Mensen gebruiken heel veel suiker. Vroeger bijvoorbeeld in mijn koffie deed ik echt 3 klontjes suiker. Totdat ik op het laatst ineens geen suiker meer deed. Omdat ik gewoon vergeten was om te kopen. En toen dacht ik me zo, nou, dat smaakt wel lekker. Toen ging ik later weer suiker in doen. Dacht ik, gadverdamme. What the fuck? Suiker, dat is echt fucking smerig. En sinds die tijd eigenlijk neem ik al heel veel minder suiker. En ook bijvoorbeeld in thee heb ik helemaal geen suiker en zo. Ik vind het echt fucking smerig zelfs erin tegenwoordig. Volgende vraag van Nicky Jol. Nice Q&A. Een lekkere gameplay. Volg jij de Tour de France? Of boet het je niet zoveel? Nou, ik kijk met regelmaat eigenlijk. Ja, ik kijk niet altijd. Dicht aan of ik er tijd voor heb. Maar ik zeg hem wel altijd op de achtergrond. Lekker livestreampje op Nederland 1. Kijk ik een beetje af en toe mee met de... Met de Tour de France. Ik vind eigenlijk vooral de omgeving vind ik leuk om te kijken. En ja, ik weet niet. Dat vind ik gewoon super vet om te zien eigenlijk. En daarvoor eigenlijk alleen al kijk ik de Tour de France eigenlijk. Want tegenwoordig gaat het alleen maar over doping en shit en zo. Dat soort dingen. Dus dat maakt het wel een beetje minder en zo. Maar ik kijk het wel. Ik volg in ieder geval wel wie eerst is en zo. Dat soort dingen. Ik vind ik altijd wel leuk om te zien natuurlijk. En vooral de bergetappes vind ik wel super vet. De volgende vraag van Curie. Nice video weer, visie. Q&A. Kan je 2 positieve dingen over Call of Duty Advanced Warfare zeggen? Het is vernieuwend. Dat was hem eigenlijk. Het is vernieuwend. Ja, het is niet wat ik gehoopt had in ieder geval, maar het is wel vernieuwend. Ja, grafisch ziet het een stuk beter uit. Dus ik heb er toch 2. Volgende vraag. Van Joep Overtoon, Q&A. Waar heb je meer last van? Jast van. Ik denk last dat het... Van zweethanden of zweetvoeten? Ik denk toch wel die zweetpootjes toch af en toe lekker. Als het lekker warm is, dan dat je lekker gaat zweten. Nee, ik heb inderdaad. Nou, ik heb eigenlijk allebei geen last van. Want ik zorg ervoor dat ik gewoon in ieder geval elke dag douche natuurlijk. En zou ik zo zeggen, als ik echt ergens last van heb, dan doe ik altijd met koud water even je voeten. Want dat schijnt heel goed te helpen in ieder geval. Ja. Volgende vraag. Van Nicky Jong. Nice Q&A visie. Wat vind je van de zombie trailer van Black Ops 3? Ik vind... ik heb de trailer een keer gezien eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ik verheug me natuurlijk meer op de multiplayer. Maar ik vind de zombies wel leuk dat het erin zit eigenlijk. Maar het nadeel van zombies vind ik wel weer, is dat ik het niet zo heel erg lang kan spelen. Want ja, dan wordt het een beetje saai eigenlijk. En ja... Ik verheug me persoonlijk meer op de multiplayer. Maar nogmaals, ik vind het wel heel erg leuk dat zombies erin zit. En Black Ops hoort natuurlijk ook van zombies natuurlijk. Dus het is altijd leuk om te spelen en dat even te uploaden en zo. Maar ja, je kan het niet 5 keer uploaden, zeg maar wat. Hè? En de multiplayer kun je natuurlijk zo vaak uploaden. En zoveel verschillende keren gamen, zeg maar, op een verschillende manier. En zombies niet echt, hè. Het gaat elke keer hetzelfde natuurlijk. Je moet dit halen, je moet dat halen en dan... Ja, dus ik vind het allemaal een beetje, ja, relatief gezien, zeg maar. De volgende vraag van Daan ten Hoop. En dan ga ik niet even die vraag behandelen, die antwoord behandelen. Dat ging over vorige keer, over de kankergeval, hè. Dat schelden met kanker. Mijn Q&A. Als je terug zou kunnen tijdreizen, waar zou je naartoe willen gaan en waarom? Ik zou persoonlijk naar de toekomst willen gaan, want ik... wil weten wat er gebeurt, zeg maar, in de toekomst, zeg maar. Hè? Dat zou fijn zijn, dan kan ik een beetje gokken misschien, een beetje geld verdienen. Nee, ik wil ook wel weten wat de technologische ontwikkeling zou zijn in de toekomst. En kijk, het verleden, ja, dat weten we op zich wel, weet je. Dat, ja, het is gebeurd, dus ja, dat is het eigenlijk. Dus de toekomst, dat lijkt me veel beter. En wanneer? Ja, laat zeggen 100 jaar. Dat vind ik een mooie tijd. Nou...
Ik zie in ieder geval dat het gameplay weer over is. Betekent dat de Q&A weer over is. Vergeet niet het blauw duimpje te geven natuurlijk. En dan zeg ik natuurlijk zoals altijd. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.